Vlaanderen heb en ik kom uit Two Cottage West uit Tilburg. Ik ben Naima City en ik kom uit de school Two Cottage West in Tilburg, Noord-Brabant. Ik heb stage gelopen in een bejaardenhuis. Toen gingen we met bejaarden, enkel bejaarden, die niet vaak naar buiten gaan en zo, gingen we gezellig met hen wandelen. We gingen even mee naar binnen, we gingen daarna eten met hen en toen gingen we terug weer. Een leuke middag, twee leuke middagen en je kon beter een beetje praten met die bejaarden. Want het was mooi weer en die bejaarden hadden heel graag dat iets leuks doen met dat weertje. Dus toen zijn ze gewoon gaan wandelen, dat dachten ze aan en ze hadden mensen nodig. En het kwam goed uit dat wij er waren, dus we gingen met hen wandelen. Je loopt dan een hele afstand en je hebt dan iemand daarna, moet je ook mee praten en zo. Ik bedoel, het is niet de bedoeling dat diegene daar zit en dan gewoon voor zich uitkijken. Je moet een beetje gewoon praten en er wat van maken. Ja, je kan het breed uit omschrijven, want je hebt verschillende soorten maatschappelijk werk. Je kan bijvoorbeeld voetbal iets doen, maar je kan ook iets met bejaarden gaan doen. En nadat je het zelf hebt ervaard en zo, weet je onder andere wel wat het betekent. Maar toen ik het eerst dacht, ja, het zegde me nee, ja. Iets maatschappelijks. Het was maar twee middagjes zo en die mensen die waren echt heel dankbaar. En ja. Normaal is, doe je andere dingen, hou je bezig. En vooral jongeren, het is zo, vooral die bejaarden, die hadden het niet verwacht van jongeren. Dus dat je daar, ja, de jongeren van tegenwoordig en zo, iedereen zeurt daarover. Gewoon laten zien dat het ook anders kan en daar waren die bejaarden heel enthousiast over.